Je hebt het net uitgelegd en dan zeg ik gewoon, precies. Ja, en dan kunnen we weer door. Dan kunnen we. Het is dinsdag en de dinsdag staat bij Gamersnet altijd in het teken van Gamersnet Gear. Waarin we de nieuwste tech gadgets en eigenlijk als het iets met gamers te maken heeft, dan willen wij het hebben. Dit is Peter, ik ben Tom en vandaag bespreken wij de Cooler Master Master Pulse Over-Ear headset. Cooler, waarom hebben ze niet gewoon de Cooler Master Pulse genoemd? Dus, het zou toch veel makkelijker zijn? Advies. Ja. Ja. Nou, als je zoekt op Cooler Master Master Pulse, dan komt er best wel veel langs. Het is niet de eerste Master Pulse. Want Cooler Master denkt, hey, we hebben een headset, we noemen hem altijd de Master Pulse. Ja. Hoeveel we er ook van uitbrengen. Ja, je moet maar even zoeken naar, sommige sites noemen hem de Master Pulse 3. En je hebt ook een Master Pulse Over-Ear. Ja, de Over-Ear, want je hebt ook een In-Ear Master Pulse. Het is in ieder geval de nieuwe. Laten we gewoon een beetje bij de naam noemen. De nieuwe headset van Cooler Master, die zich focust op basgeluid. En heel erg, dat is wel een beetje het ding. Hij ziet er heel robuust uit, maar hij is eigenlijk niet zo robuust. Wat ook mijn eerste aanvaring ermee was, want je ziet hem op de doos, je denkt, wow, dat is een ruig ding. Maar op het moment dat je hem aanraakt, is het van, oh, wow, dat is niet zoals ik het had verwacht. Nee, dat is absoluut waar. Het is wat dat betreft een iets minder ruige headset dan die op de doos. Nou, qua looks wel, maar qua feel misschien iets minder dan. Maar goed, het is een gaming headset en hij focust dus op heel veel bastonen. Hoe is het geluid? Ja, heel grappig, want het geluid is trouwens heel erg goed. Want ik heb ik doe dan altijd wat van die audio YouTube dingen met super audio test, ja, equalizer. Dat doe ik altijd. Dat is gewoon drie nummers van Coldplay luisteren, ja, maar voor de rest. Precies. Daar kom ik straks op terug. Allereerst, hij wordt aangesloten niet met USB, maar gewoon met mini-jacks. Ja, want het is ook een iets budgetairdere headset. Dus uit 70 euro. Ja, dus niet USB, maar gewoon met jacks. Ja, gewoon met jacks. Niet semi-modulair ook, het is gewoon... het is wel semi-modulair. Je kunt er gewoon uit elkaar janken, wat vet. Ja, dat kun je uit elkaar janken. Oh, dus dan kan hij ook in je toetsenbord of in je notebook en je iPhone. In je iPhone, ja. En er zit een afstandsbedienetje bij die niet heel veel functies heeft. Je kan de microfoon muten en je kan hem harder en zachter zetten. Typisch in-line controls. Ja, nee, ja, dat is goed genoeg. Dan komen we bij het basgeluid. Basgeluid is echt heel erg vet, want dat is ook wel de grootste pre van dit apparaat. Op de doos staat, Exclusive Bass Effect Technology. Ja. Nou, dan denk ik, en jij? Drivers instellingen en een knop, Bass FX, aan! Nee, het is een volledig analoog systeem. Ik vind het zelf persoonlijk heel vet. Het is echt een van de meest dempende headsets die ik ooit op mijn hoofd heb gehad. Ik heb thuis zo'n beat van Dr. Dre, of nu van Apple. Ja. Maar die doet dat allemaal optisch, hè? Die doet het allemaal, dat is gewoon technologie. Actief is het. Of actief. En dit is passief. Ja, maar die doen dat dus met een programmaatje. Ja. Dus dat is dat ze jouw frequentie van horen, dat halen ze eruit of zo. Dit doen ze gewoon analoog. Dit is gewoon een kapje. Je kan ze gewoon afhalen en dan dempt die niet meer. Ja. En als je ze erop doet, werkt het zo goed dat je gewoon je evenwicht af en toe denkt van, wat is hier aan de hand? Nee, als in net als met actief, dat je even denkt van, wow, ja, wow, precies. What the fuck, wow. Maar alles optisch, of alles analoog, sorry. Dit is gewoon laser. Dit dingetje. Nee, dit is gewoon het klepje. Dat werkt dus ook, als je meer bas wil hebben, dan doe je dus ook open, zodat er meer kan, ik denk, heen en weer ketsen erin. En als je dan minder bas wil hebben en een cleaner geluid, dan zet je die dingen dus dicht. Dat is een beetje het hele achterliggende gedachte. Precies, en ik moet zeggen, dat is een heel erg bijzondere manier van zo geluid creëren. Ja, het is eigenlijk van je zwaktepunt een sterkpunt maken door gewoon te zeggen, ja, we zijn iets budgetairder, maar we doen het gewoon met analoog, dat we alles op die manier gewoon zo bewerkstelligen. Ja. Ik vond het best grappig, Bass FX, en dan denk je meteen aan allerlei virtual shit en dan is het gewoon, nee, het is een kleppie. Het is gewoon een klepje, dan kan ik gewoon met een magneetje erop en eraf. Ja, leuk, super vet. Super vet gedaan, dat werkt ook fantastisch. Het geluid is heel weinig op aan te merken als het gaat om het geluid wat erin gaat, het geluid wat eruit gaat daarentegen. Ik zie ook geen microfoon. Ja. Dus dat is een beetje, het is een gaming headset, dus ja, er zit een microfoon op of in, maar dat is dit kleine puntje hier. Dat is het. Maar daar kan ik niet van voorstellen dat een heel mooi geluid wordt, een klein puntje wat links van je oor zit. Ik heb een audiotest gedaan en die gaan we nu beluisteren. Oké. Okay. Dit is de test van de audio van de Cooler Master Master Pulse met Exclusive Bass FX Technology.
Nee hoor, dit is niet... Niet vrij. Nee, dit is op audio, op zeg maar outgoing audio. Je kan er niet mee je streampje presenteren of wat. Dat zou ik niet doen, denk ik. Nee, absoluut niet. Maar goed, ja, het is dus wel qua geluid wat erin komt, is het wel, oké. Okay. Dus lekker veel bas. En dan kun je ook nog zeggen van, ik doe de klepjes erop of eraf. Ja, precies. Of eentje op en eentje af. Dan weet je wanneer er iemand de kamer binnenkomt, want anders hoor je dat niet. En dat kan echt heel veel moeilijke benarde situaties veroorzaken. Trust me guys, I can tell. Ja. Nou, de nieuwe Cooler Master, €70. Oh, en ik vind dit niet heel mooi. Dat rood? Nee. Oh, dat vind ik wel een leuk element. Anders was hij helemaal zwart geweest. Ook nee, leuk, maar ik vind ook de manier van besnoeren niet mooi. Oh, dat dunne. Dat het niet een ronde kabel is, maar meer een plat gedraaide. Dat is een kwestie. Dat is al zoveel, hè. Dat is een kwestie van smaak. Een kwestie van smaak. De audio is niks op aan te merken. De Master Pulse Bass Effects. Ja. Prima apparaatje voor €70. Alleen niet voor je outgoing audio. Hoor je de zee? Ja, ik hoor de zee. Wow. Wow. What the fuck?